Bagus pour le moment est présent. Le coup de coin pour le Standard et un but qui tombe sur phase arrêtée et il est signé Ezequiel, mesdames et messieurs, pour son 5e but de la saison. Et voilà donc le Standard qui mène grâce à ce corner. Belle reprise d'Ezequiel. Il n'est pourtant pas le plus grand sur la pelouse. Il n'est pas le plus grand. Il profite aussi de la mauvaise sortie de Verbis. Une sortie même catastrophique. Il est dans son direct angle. Il touche le dos de... Je me anticipe pas le dos de Will. Ça va de rentrer. Il faut quand même être accordé à Ezequiel. Een procedure op kop voor Lommel, Woluwe en Muskop. Dat is rechtgezet. Buijers. Buijers en de goal van Imo Ezequiel. 1-1. Toch de verdienste. Scoort hij weer. De verdienste bij Buijers weer. Vanuit dat middenveld. Achterlijn gehaald. Met een gelukje weliswaar. In balbezit gebleven. Dat doet altijd 10 meters als je spreekt van een box-to-box. Ja, hij had zelfs hoger dan die box. Kijk maar eens. In de rug van Bria. En dan Ezequiel Mikulic. Kruist dan ook wel goed. Ja, dit is een gelukje natuurlijk. En dan heeft niemand nog hoofd voor Ezequiel. En dan staat hij net geen buitenspel. En kijk maar eens hier. Buijens over Ezequiel in de diepte. Moet je maar 90 minuten kunnen opbrengen. Goed dat hij achteruit loopt hoor. Kanu. Kakpe. Aan Buijens, dat is niet makkelijk. Hij slaagt er toch in om die bal bij González te krijgen. Ezequiel, fraai, heel fraai, super fraai. Imo Ezequiel, wat een manier om de eerste competitiegoal te maken voor Standaard. Klasse. En een brede lach van José Riga natuurlijk. Dat is één. Dat is een tweede mooie beweging. En dan een hele mooie krul. Super afwerking. Imo Ezequiel.